Dan gaan we door met onze ideeënmarkt. Er zijn vanavond 1, 2, 3, 4, 5, zeg ik het goed, 5 initiatiefnemers die graag met raadsleden in gesprek willen gaan. Wij tellen 6. Nee, het zijn er 5. Jouw idee tijdens de ideeënmarkt was om Rondje Noord beter te profileren. Waardoor is dit idee ingegeven? Dit idee is bedacht door de ondernemers van het Rondje Noord. Om te zorgen dat we gewoon een trekpleister blijven voor toeristen en de Almeloze bewoners. Is Rondje Noord niet bekend genoeg volgens u? Nee, denk ik niet. Nee, ik denk dat daar veel meer uit te halen valt. Vooral toeristen weten eigenlijk niet dat we er zitten. Een heel groot deel van Almelo is nog steeds niet bekend met ons. Dus ik denk dat daar veel meer uit te halen valt. Hoe hebben de gemeenteraadsleden gereageerd op uw idee? Ja, tot nu toe heel positief. Ja, nou eigenlijk hebben wij 3 ideeën. Ik zal beginnen met de meest eenvoudige. Dat is dat wij rumoer weer op willen starten. En graag van de raadsleden willen weten van, goh, staan jullie daarachter? En welke locatie zou er heel erg geschikt voor zijn? Het tweede idee wat wij hebben, is dat wij zeggen van, wij willen gewoon nog meer een werkervaringsplek zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook bijvoorbeeld mensen die nu in de dagbesteding zitten. En horen die wel in de dagbesteding thuis? Of moeten ze niet gewoon bij ons werkervaring opdoen? U hoopt dat hun ogen open gaan? Ik hoop dat de ogen open gaan en de eerste reacties die wij tot nu toe hebben gehad zijn eigenlijk heel positief. Uw idee tijdens de ideeënmarkt was het instellen van een fietseffectrapportage. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Wij bedoelen daarmee dat bij de planvorming van de gemeente steeds de effecten voor fietsers meegenomen worden. Dat betekent in feite dat je van tevoren gaat bekijken of een bepaald besluit en ontwikkeling van de stad gevolgen kan hebben voor fietsers, dus ja, of daar iets aan gedaan kan worden. Want wij vinden dat fietsen momenteel in Almelo toch wat weinig aandacht krijgen en het er vaak vergeten wordt dat fietsers een hele speciale rol hebben in de stad. De pilot een uitkering op 1 cent helpt daarbij. Wat houdt dat in? Op het moment dat jij met een kwetsbaarheid uitstroomt vanuit de uitkering naar werk, krijg je een verzekering van de gemeente erbij. Elke maand krijg je 1 eurocent vanuit de bijstand overgemaakt. Niet dat je van die bijstandsuitkering rijk wordt, maar op het moment dat het dan misgaat, hoef je geen nieuwe aanvraag te doen. Je zit nog in het systeem, je kunt aangeven bij de gemeente, het gaat niet goed met mij, mijn inkomen is weggevallen en per direct kan de uitkering geactiveerd worden. Ik ben hubmanager van de Innovatiehub Almelo. De Innovatiehub Almelo is een samenwerking van 8 bedrijven. En mijn idee dat ik hier vanavond is gepresenteerd is om de diensten die wij op dit moment aan de 8 bedrijven bieden van de Innovatiehub Almelo uit te breiden naar andere bedrijven in Almelo om door middel van gezamenlijke inspanningen Almelo aantrekkelijker te maken voor studenten en jonge professionals. Hoe hebben de gemeenteraadsleden gereageerd op jouw idee? Ik heb vooral heel veel nieuwe inzichten gekregen, veel tips. En dat is ook vooral fijn om het idee onder de aandacht te brengen. Weten dat we bestaan als innovatiehub. En wellicht dat er wel samenwerkingen kunnen ontstaan. En dat is ook wel heel mooi.